Hi, hello, welcome. This is Tammy Parrish from The Clothing Compass. And vandaag heb ik als speciale gast Cyrille van Hoof. And Cyrille is al 25 jaar zangeres geweest en ze is nu presentatiecoach ook al lang. Ze gebruikt haar ervaring als zangeres ervoor. En ik wil haar heel graag drie vragen stellen. Welkom Cyrille. Welkom, welkom. Dankjewel. En Cyrille, mijn eerste vraag gaat over, wat is jouw grootste winst van het spreken in het openbaar? Dus jij traint heel veel mensen. Nou, het spreken op een podium is de zichtbaarheid die je creëert. Ik kan daarmee mijn verhaal vertellen. En ik kan eigenlijk zelf bepalen wat ik wil delen. Vaak hou ik het ook wel wat motiverend en ik wil graag ook mensen inspireren daarmee. En je krijgt daardoor door op een podium te staan die zichtbaarheid en je kan ook contact maken met je publiek. En dat is zo leuk. Ik ben heel erg actief op social media en ik vind het juist ook fijn om dat af te wisselen. Als je op een podium staat, dat je ook echt contact kan gaan maken met mensen, naderhand mensen die vragen willen stellen. Zodat je eigenlijk ook een dialoog aangaat met mensen. En ja, dat geeft mij vaak toch wel klanten, dat is ook niet onbelangrijk. Vaak worden ze ambassadeurs voor je. En wat ik ook nog wel... Ja, wat ik wel heel erg belangrijk vind, is dat als je echt dat contact maakt en je hebt een klik, dat er ook echt vrienden uit zijn ontstaan. En ja, dat vind ik wel heel speciaal. Fijn. Hey, heb jij een tip voor andere mensen die willen of moeten gaan spreken? Nou, mijn tip is eigenlijk, gebruik een soort thema die je laat terugkomen. Bijvoorbeeld ook op je post op social media. Ik gebruik heel vaak durf jezelf te laten horen en te zien. Okay. Daarbij komt kwetsbaarheid, het jezelf zijn, meer jezelf openstellen. Nou ja, durf jezelf meer te laten zien. Dat gebruik ik eigenlijk in mijn vlogs, in mijn post op LinkedIn, maar ook op het podium. En mensen, die gaan je daaraan linken. Dus als daar iets over komt, denken mensen vaak aan mij. En dat, ja, dat blijft hangen bij mensen. Mm-hmm. En ik denk doordat ik dat herhaal en dat regelmatig inzet, krijg ik ook een groep volgers die bij me past. Die uiteindelijk ook weer potentiële klanten van me worden. Want ja, coachen is toch iets, je wil een gevoel met iemand hebben. En door je zichtbaar te maken, krijgen mensen ook een bepaald gevoel bij je. En weten ze ook wie je bent en wat je doet. En dat gevoel is voor mij in mijn beroep heel belangrijk. Omdat in zo'n sessie stel je ook kwetsbaar op en ook wat meer open. En dan moet je wel een klik met iemand hebben. Dus dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Mijn derde vraag gaat over, wat heb je een keer aangehad waarin je je heel goed voelde? En je ziet er altijd prachtig uit. Dus ik ben benieuwd als je een outfit kan omschrijven. En dan ook vertellen, hoe voel je je als je het aantrekt? Wat doet het voor jou op het podium? Ja, nou, ik wist eigenlijk al dat deze vraag zou komen. Ik was al een beetje voorbereid. Dus ik heb het aangetrokken. Wacht even, ik weet niet of je het kan zien goed. Maar dit is een pak. Oh ja. Ja, ik kan het niet. Ik ga wel even ietsje verder ervan afstaan. Het is een hele broekpak. Ja. Het is een pak waar ik me heel prettig bij voel en wat bij mij past. Het heeft een glansje. Het is toch netjes. Het is niet te bloot. Ik weet dat het me goed staat. Waardoor ik me ook zelfverzekerd daardoor voel op het podium. En dat is gewoon wel heel belangrijk. En als je iets draagt wat underdressed is, en dan voel ik me gewoon niet op mijn gemak als ik ergens ben. Dus dan kan ik ook niet daar zelfverzekerd staan en mijn verhaal doen. En als ik overdressed ben, heb ik hetzelfde. Dan ga ik mezelf wat kleiner maken. En dan kom ik ook niet goed over. Dus ja, wat ik graag draag is iets wat echt bij mij past. En waar ik me echt heel goed bij voel. En ik weet dat jij ook iets, dat jij een styliste bent. Dus jij weet daar natuurlijk alles van. Ja. En hoe belangrijk het is. Want het gaat wel gepaard. Het is een totaalplaatje. Dus niet alleen dat je goed durft te spreken op het podium, maar ook wat je aan hebt. En dat complimenteert elkaar. Dus dat is ook een heel belangrijk aspect, vind ik.
Maar het is altijd mooi om het van een andere te horen. En dat niet dat ik als expert het steeds zeg. Nee, maar jij doet het hartstikke goed. Dus zou zeggen, iedereen moet gewoon naar jou toe komen, toch? Hey, nog iets ik wil vragen. Want ja. Jij bent nu al lang presentatiecoach. Maar daarnaast match jij scale-ups met investeerders. Kan je daar iets over zeggen? Ja, nou het leuke is aan je zichtbaar maken, en dan wil ik het niet alleen voor op het podium houden, maar ook op social media, is dat je ook nieuwe kansen en nieuwe deuren kan openen daarmee. Hè? Je maakt contact, je netwerk wordt steeds groter en je gaat ook meer kansen zien. En doordat mijn netwerk heel groot werd, zag ik dat daar heel veel investeerders waren. En ik werk heel veel met bedrijven die soms kapitaal nodig hebben. En ik dacht van, hey, hoe leuk zou het zijn als ik die mensen kan verbinden met elkaar? En dat is eigenlijk een nevenactiviteit geworden. Dus ja, dat is dan weer leuk. Dat komt dan ineens op je pad. Of je ziet het ook ineens van, hey, dit is ook een kans waar ik mee aan de slag kan gaan. Ik kan met mijn presentatiecoaching kan ik daar ook in kwijt. En ik vind het heel leuk om mensen te verbinden. En daar wil ik me eigenlijk wat meer op gaan focussen het komend jaar. Om dat netwerk daarin ook te vergroten. Dus investeerderspartijen, maar ook scale-ups die in de tech en software business zitten. Om dat netwerk daarin groter te maken. Zodat ik ze ook mooi bij elkaar kan brengen. Oké, en als mensen jou willen contacteren, als ze nog niet met jou gelinkt zijn, dan link maar op LinkedIn, toch? Ja, en dan staat je natuurlijk. En ik heb natuurlijk een website. Mag ik dat zeggen? Ja, tuurlijk. Dat is www.cvanhoof.nl. Ja, cvanhoof.nl. En daar kan je, daar staat alle informatie op en mijn contactgegevens. Maar eigenlijk is het makkelijkste gewoon via LinkedIn, want daarin update ik en ik post regelmatig. Dus je kan mijn artikelen lezen, blogs en mijn vlogs bekijken. En om te kijken of er een bepaald gevoel zit, of dat je graag iets wilt met het presenteren en die stappen wilt maken. Nou, dan mag je me altijd contacten. Hey, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Dankjewel, Tammy. Alsjeblieft. Doei.